de Wombat Wallaby Numbat Go. De eerste keer dat ik dit jasje in mijn handen kreeg, dacht ik, jeetje, die is echt heel erg licht. En dat is niet voor niks, want hij weegt maar 500 gram. Buiten dat het een heel licht jasje is, kun je hem dus ook makkelijk meenemen. Met het drukknoopje wat hier bij de capuchon zit, maak je hem vast. Het hengseltje wat je erbij krijgt, klik je eraan vast. Ik zal hem even loshalen. En je neemt hem dus gewoon zo mee. Dus als het dan bijvoorbeeld, als je ergens naartoe gaat, s'avonds wat frisser is, kan je hem makkelijk meenemen. Geen probleem. De capuchon is afneembaar. Zit met rits vast. Uiteraard een rits op de rug. Want je kunt hem gebruiken voor de zwangerschap, tijdens je zwangerschap. Het draagt een keer op de buik en op de rug. En met dat rugdragen komt de Wombat ook altijd met een heel handig foefje. De kraag kan namelijk opengeklikt worden. En doordat je hem open kunt klikken, hoef je hem dus niet over je hoofd aan te trekken. En dan nog kijken of dat je kindje toevallig zijn hoofd door het gat steekt. Je kunt hem dus gewoon van onderen aantrekken en dan de kraag weer dichtklikken. Niet vergeten om weer open te maken als je hem uit wilt trekken dan natuurlijk. Hij is waterafstotend en lintdicht. En hij komt met één insert, met één draaginzetstuk. En dat inzetstuk gebruik je dus voor de zwangerschap en voor het dragen, op buik en op de rug. En dat inzetstuk heeft drie elastieken erin zitten. Bovenkant, midden en onderkant. En daarmee kun je hem dus helemaal verstellen tot wat lekker zit voor jouw kindje. Dat hij mooi aansluit, dat hij mooi aansluit op jouw buik als je zwanger bent. Het is een beetje een parka. Nu voet ze naar binnen. Een beetje een parka modelletje. En dat wil zeggen dat hij aan de binnenkant een elastiek heeft zitten waarmee je hem kunt tailleren. Je kunt hem namelijk ook als normale jas dragen. En dan is het wel heel fijn als hij gewoon mooi aansluit. De rits loopt van het inzetstuk helemaal tot boven. En dat is niet om je kindje zo te beschermen. Nee, dat is om jouw buik helemaal af te sluiten. Op het moment dat je hem tijdens de zwangerschap gaat dragen. Met het dragen van je kindje doe je het bovenste gedeelte niet helemaal dichtritsen. Maar laat je een soort vlakje open. En met de elastiek kun je hem dus aantrekken op maat. Ik draag hier een maat M. En M is ook mijn normale kledingmaat. Ik zou dus adviseren om gewoon je normale kledingmaat te bestellen. Hij komt alleen niet in maat XS. Hij gaat vanaf maat S. Hij komt in een paar hele mooie kleurtjes. Ja, hij heeft een windstoppers in de mouwen. Zoals je ziet is de lengte ongeveer tot over de billen. Ook heel erg fijn op de fiets bijvoorbeeld. Een heel fijn lichtgewicht jasje dus. En hij is waterafstotend, winddicht, weegt maar 500 gram. Makkelijk mee te nemen door het geïntegreerde tasje. En te gebruiken voor tijdens de zwangerschap, het dragen op de buik en het dragen op de rug. Bestel hiervan gewoon je eigen maat. En dan komt het helemaal goed. Hij is dus te gebruiken vanaf graad of 5 buiten. Mocht je nou het snel koud hebben, dan zou ik er wel een extra laag onderaan trekken. Of nog even wachten tot het ietsjes warmer is. Maar het is dus het perfecte jasje voor de lente, voor de frisse zomerdagen en voor het begin van de herfst. Heb je nou nog vragen, dan kun je natuurlijk altijd even een mailtje sturen naar info@mawaro.nl of een berichtje via onze socials, Facebook of Instagram. En ik help je graag verder. Onze winkel is ook geopend op afspraak. Voor meer informatie kun je daar de contactpagina op de website. Als je hem mee wil nemen als tasje, vouw je hem op. Het gaat nu even wat lastiger. Nou, ik ga een poging doen. En van onder naar boven ga je rollen. En dan rol je hem als het ware op in zijn eigen capuchon. Zoals je in het begin van het filmpje kon zien. Ja. Klik je hem dan vast. Met het drukknoopje.
Zorg je dat hij er helemaal in zit. Hengsteltje eraan. Zo. En je bent klaar om te gaan. Dus heb je daar nog vragen? Neem gerust contact op en ik help je heel graag verder. Tot de volgende keer. Thank you.